Minister Suresh Algu van het ministerie van Landbouw, Veedeld en Visserij heeft gisteren een bezoek gebracht aan de kokoskwekerij de Totnes in het district Koroni. Hij gaf daar aan dat het gewas kokos in verschillende plannen van de regering is opgenomen. Door de overheid en diverse internationale organisaties zijn middelen vrijgemaakt voor de uitvoer van deze plannen vanwege de stijging van de prijs van kokosolie is de afgelopen jaren een grote vraag ontstaan naar droge noten waarmee kokosolie vervaardigd wordt. Door het gebrek aan droge noten kan er niet voldoende plantmateriaal worden aangemaakt. Volgens de bewindsman zullen er op andere plekken in ons land droge kokosnoten verzameld worden voor de aanmaak van plantmaterialen. De ontwikkeling van de kokosindustrie in ons land moet namelijk onverkort doorgaan, aldus minister Algoe. Anzeco Plantations, SDN, een agrarisch bedrijf uit Maleisië, heeft interesse om reeds in het tweede kwartaal van dit jaar in Wageningen te starten met een proefaanplant van ongeveer 500 hectare paddy. Dit bedrijf, dat tot een van de grotere in Maleisië gerekend mag worden, houdt zich bezig met het de deelt van paddy, ananas en andere gewassen voor de export. Zulkifi Mahmoud, Executive Director, en Jarul Amir Abdul, Operations Manager van ANZECO, hebben samen met ambassadeur Anwar Ral Mohamed, die belast is met het aantrekken van investeerders in ons land, afgelopen woensdag diverse productiefaciliteiten in Wageningen en de rest van Nikeri bekeken. Samen met LVV-minister Oeris Suresh Algu en zijn staf is er van gedachten gewisseld over investeringen in de rehabilitatie van de pelderij van de Stichting Machinale Landbouw te Wageningen. De eerste 500 hectare die ingezaaid zal worden met Surinaamse racevariëteiten is slechts het begin van een veel groter areaal waarin het bedrijf geïnteresseerd is. Al dus een persbericht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.